wordt verzocht te blijven zitten met uw stoelriem gesloten totdat de tekeningen vast boven uw zitplaats is uitgedaan. Wij adviseren u echter uw stoelriem tijdens de gehele vlucht zichtbaar gesloten te houden. Dit in verband met onverwachte turbulentie. Wees u straks voorzichtig met het openen van bagagebakken. Handbagage kan tijdens de start verschoven zijn en hier uitvallen. We herinneren u nogmaals aan dat roken niet is toegestaan en dit geldt ook voor het gebruik van elektronische sigaretten. Vanwege veiligheidsredenen is het passagiers niet toegestaan in de voorste poortkeuken te wachten. Wij vragen u dan ook wanneer dit toilet bezet is in de cabine voor het gordijn te wachten. De cabinebemanning is er in de eerste plaats voor uw veiligheid, maar uiteraard ook voor uw comfort. Mocht u vragen en of suggesties hebben, dan horen wij het graag. Passagiers die bij ons het in-flight entertainment hebben gereserveerd, dit is reeds geactiveerd. Passagiers die dit nog niet hebben gedaan, de mogelijkheid hiertoe krijgt u straks wanneer we met een trolley bij u langskomen. Het is mogelijk dat er straks een melding bij u op het scherm komt. Deze hoeft u niet, u hoeft dan niet te bellen. Want zodra het tekeningen vast uit is gedaan, komen we bij u langs om het in-flight entertainment te activeren. Nogmaals dank u wel voor uw aandacht en een prettige vlucht gewenst. Ladies and gentlemen, as the fasten seatbelt sign is illuminated, we kindly ask you to keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. We advise you to keep your seatbelt fastened during the entire flight in case we encounter any turbulence. Be careful while opening overhead compartments as hand luggage could fall out. We once again remind you that smoking is not permitted and this includes the use of electronic cigarettes. Due to security reasons, passengers are not allowed to wait in the forward galley. We kindly ask you, when the toilet is occupied, to wait in the cabin in front of the curtain. Your safety is the cabin crew's first priority, but of course we are here for your comfort as well. If you have any questions or suggestions, please let us know. Passengers who already made a reservation for the in-flight entertainment, this has already been activated. Passengers who would like to upgrade their system, when the fastened seatbelt sign has been switched off, we will activate the system for €10 per passenger. We kindly ask you to not use the attendant call, as we will come by as soon as possible. Thank you very much and enjoy your flight. Damas y caballeros, sean de marafán y seguridad apaga. Sin embargo, muy aconsejado porque el saco marame no está toda cinta. Pago abierto, violencia en espera. Debe poder de otro chete a que lo encontrar un total de 6 dólares. Un día más, me he recordado con nota preventiva o más arriba en servicio aquí. También tiene más un buen cuenta con el momento cuando hay por ti que página, ya que te página le va a postar en iPhone.
enkele stoelen beschikbaar in de Starclass. Voor meer informatie en de tarieven kunt u het cabinepersoneel benaderen. Ladies and gentlemen, on today's flight we offer the possibility to upgrade your seat to Starclass. For details and prices, please contact the cabin crew.